Dag meneer. Verdoken in een hoekje van dit olijvenkraam verkoopt Chris van Hemel zijn verse soep. Normaal gezien staat hij met zijn soepmobiel op zijn vaste stek op de markt van Merksem. Maar vandaag mocht hij er niet op. Ik ben dus een marktkramer die geen vaste plaats heeft. En deze morgen, omwille van het feit dat ik ongereglementeerd geparkeerd stond, ben ik door de marktleiders geweigerd geweest om op de markt te staan. Dus dat betekent concreet, ik sta met verse soepen iedere dag. Dat we ons broodwinning verliezen. Plus dat ik deze namiddag de soepen kan vernietigen. De collegialiteit onder de marktkramers is groot. Ook zij vinden de strenge regels van de marktleiders overdreven. Er is zoveel plaats op de markt en toch mag jij niet staan. Het is echt belachelijk. Deze periode gaan er heel veel op vakantie. Dus er is heel veel plaats, dus dan is dat geen moeite voor plaats te hebben. Er ligt hierover zelfs een plaats open, dus belachelijk. Volgens Chris kon hij met zijn wagen nergens anders naartoe. De voorziene parkeerplaatsen voor marktkramers zouden namelijk altijd door bewoners zijn ingenomen. De marktleiders van hun kant passen gewoon de wetgeving toe. Van een tekort aan parkeerplaatsen zijn ze niet op de hoogte. Verdere gevolgen zijn er voorlopig niet. Chris staat morgen gewoon met zijn soepmobiel op de markt van Mortsel.